In winkels, op kantoren, in hotels, restaurants en bibliotheken, op campings, scholen en gemeentehuizen. En steeds vaker ook op productieafdelingen van bedrijven. Overal in de Kempen treft u onze mensen aan. Klaarblijkelijk hebben bedrijven en instellingen medewerkers van DVK Groep in hun hart gesloten. Want ze zetten ze in de meest uiteenlopende functies in. En vreemd is dat niet, want onze mensen zijn bijzonder. Ze hebben weliswaar een beperking, maar kunnen daar een heleboel andere kwaliteiten tegenover stellen. Het zijn deze kwaliteiten waar werkgevers oog voor hebben. Zoals de heer Van Os van Fletcher Hotel De Kempen. Dat bevalt uitstekend. Chrisita doet in de keuken uitstekend haar werk en werkt ondanks haar beperkingen als volledige medewerker. Het is aantrekkelijk qua uurtarief en we kunnen ons sociale gezicht ook laten zien. Medewerkers die trouw en nauwgezet werken waren ook voor couriersbedrijf van Gompel Logistics een overweging om met WVK Groep in zee te gaan. Maar daarnaast speelde er nog iets, zegt Pieter van Gompel van VGL. Bij ons bij Van Gompel Logistics bevalt dat prima. Sinds 6 jaar maken wij nu gebruik van personeel van WVK. Die gaat prima en volledig naar behoren. Er zijn natuurlijk tal van voordelen. Bij ons is het grootste het economische vlak. We hebben te maken met flinke concurrentie in de transportwereld. De prijzen liggen onder druk en daardoor moeten wij slim gaan werken. En dat is ook met de WVK-personeel mogelijk. Ook bij Vencomatic in Eersel zijn ze niet blind voor de economische voordelen van de WVK-uurtarieven. Maar er is meer, zegt directeur Cor van de Ven, die een paar jaar geleden nog winnaar was van het Bronzen Venster. Een WVK-prijs voor ondernemers die zich op bijzondere wijze inzetten voor de positie van medewerkers met een beperking. Wij zijn een familiebedrijf hier in de Kempen. Ja, we weten dat er rond de 700-800 mensen binnen de WVK hier in de Kempen aanwezig zijn. En wij vinden het een maatschappelijke verplichting, ja, om in ieder geval ook die mensen, als er mogelijkheden zijn, om die te integreren in ons bedrijf. Wij zien het als een win-win situatie. De maatschappelijke verantwoordelijkheid is ook voor het PS10 College in Bladel een belangrijke overweging. De school besloot voor het dagelijkse schoonmaakwerk WVK-medewerkers aan te trekken. Zo kunnen leerlingen iedere dag zien dat ook eenvoudig werk onmisbaar is in onze samenleving. Nou, we hebben als PS10 College hebben wij onze eigen praktijkschool waar we al leerlingen opleiden tot een diploma die een beperking hebben. En dit is een mooie voortzetting, ook om die leerlingen straks de kans te geven om bij ons iets te gaan doen. De voordelen van het PS10 College is gewoon dat de mensen betrokken gaan worden met de school en daardoor ook extra gemotiveerde mensen zijn. Maatschappelijk verantwoord, gunstige tarieven, gevrijwaard van ziektekosten of ontslagvergoedingen. Trouwe en secure medewerkers die breed inzetbaar zijn. De overwegingen van bedrijven om te kiezen voor een WVK-detachering zijn heel divers. Maar hoe verschillend ook, haast altijd leiden ze tot grote tevredenheid bij de ondernemers. Maar hoe zit het met de gedetacheerden zelf? Wat vinden die ervan? Ik werk hier in de keuken als keukenhulp. Ik maak broodjes en ik sta in de afwas en ik doe ook housekeeping. Het bevalt hier heel goed. Ik vind werk heel leuk. Ik sta graag in de keuken. En het is heel anders als bij de WVK binnen, bij de montage. Omdat daar toch allemaal hetzelfde is. Ja, en hier is het gewoon afwisselend. We brengen pakketten weg en post. En ik zit in de pakketdienst. Het werk bevalt me hartstikke goed. Je komt de hele dag toch bij de mensen thuis, op mijn bedrijven. En ja, je zit de hele dag op de weg. En je bent toch een beetje eigen baas. Nou, ik ben orderpicker. Ik zorg ervoor dat de spullen bij materiaal bij Elektro aangeleverd wordt, zodat zij de kasten in elkaar gezet kunnen worden. Het werk bevalt erg goed. Ik vind het fijner op het vrije bedrijf. Ik werk op de financiële administratie en ik houd me voornamelijk bezig met het boeken van inkoopfacturen. Het is gewoon een leuk team en het is werk wat bij me aansluit. Dit bevalt me beter omdat het beter bij mijn opleiding aansluit. En bij de WVK zelf was het ook wel leuk, maar dat was eigenlijk gewoon productiewerk. Hoi, ik ben Paken van Gompel. Samen met Kim van der Kammen geven we leiding aan schoonmaakploeg van de PS10. Via de WVK werken wij hier. Wij maken de planning, wij instrueren de mensen. En wij zijn aanspreekpunt voor de collega's en voor de mensen van de PS10. We werken hiermee in een groep van 15 à 20 mensen. Het werk bevalt prima. Ik zou hier in eerste instantie voor een maandje of twee zitten. Maar door veranderingen op de raamrug is mijn toekomst hopelijk hier.
Werkgevers tevreden met de detacheringsconstructie. Werknemers tevreden met hun werkplek. Het lijkt een ideaal plaatje. Vaak is het dat ook. Natuurlijk gaan er wel eens dingen mis. Maar veel vaker komt er een arbeidsrelatie tot stand die iedereen uitstekend bevalt. De werkgever heeft betrouwbare, betaalbare en flexibel inzetbare medewerkers. De werknemer heeft een werkplek waar hij zich sterk voelt als medewerker, maar vooral als mens. Alle reden dus om detacheringen vanuit WVK-groep verder uit te bouwen. Daar is het bedrijf dan ook druk mee bezig. En niet zonder resultaat. Ruim 150 medewerkers hebben een detacheringsplek gevonden ergens in de Kempen. En dat kunnen er nog veel meer worden. Want bij diverse afdelingen van het bedrijf staan tientallen medewerkers te popelen om hun vleugels uit te slaan naar het bedrijfsleven. WVK-groep ondersteunt hen daarbij. Het heeft een speciale afdeling in het leven geroepen waar medewerkers worden voorbereid op de stap naar buiten. In het WVK-werkportaal krijgen kandidaten een gerichte arbeidstraining die zo nodig wordt aangevuld met een cursus. Zo heeft WVK-groep steeds een ruim aanbod van welwillende, goed voorbereide medewerkers. Werkgevers kunnen daar een voordeel mee doen, op allerlei manieren. Zo koos het Eindhovense bedrijf Genexis ervoor om bij WVK-groep bedrijfsruimte te huren en daar detacheringsbanen aan te bieden aan WVK-medewerkers. Maar de meeste werkgevers zullen er de voorkeur aan geven WVK-medewerkers naar hun bedrijf toe te halen om ter plekke een vruchtbare en duurzame arbeidsrelatie tot stand te brengen. Met medewerkers met bijzondere kwaliteiten, waardoor ze ver boven hun beperking uitstijgen. Een boeiend avontuur. Wilt u het meemaken? Bel of mail ons. We komen graag bij u langs.